Maandagochtend bij de benzinepomp in Velp. Er wordt nog druk getankt, maar pomphouder Piet Major verwacht dat zijn klanten komende woensdag de grens over zullen gaan als de benzineprijs in Duitsland dubbeltjes goedkoper wordt. Ja, dat wordt problematisch voor ons natuurlijk. We zijn een tankstation waar we veel vaste klanten hebben en we zijn altijd de goedkoopste. Maar dat die Duitsland zo gaat zakken, ja, dat gaat 30 cent schelen. Dus dan loont het om te rijden. Bij het pompstation in het Duitse Elten bereiden ze zich voor op wat komen gaat. Ze verwachten drukte en files richting de pomp. Man wird sehen, vielleicht, dass die Straßenbehörde da vielleicht ein paar Schilder aufstellt, langsamer fahren und ja. Oder nicht parken. Aber es wird auch so schon eine große Herausforderung. In Duitsland wordt de benzineprijs momenteel iets verhoogd met het oog op de komende prijsdaling van woensdag. Ich denke mal, dass heute und morgen die Preise etwas angehoben werden, weil die Nachfrage am Mittwoch ja schon zu sehen ist. Das ist ein ganz normaler Marktvorgang. Ook de Belangenvereniging van Tankstations in Nederland verwacht vanaf woensdag een enorme drukte bij Duitse tankstations aan de grens. Nederlandse pomphouders worden hiervan de dupe. Major hoopt dan ook dat de overheid ingrijpt. Ja, ik denk de accijns nog meer laten zakken, vooral in deze regio. Of de btw verlagen op de brandstof. Bent u bang dat u wellicht woensdag minder te doen heeft? Nou, niet gelijk woensdag denk ik, maar ik denk zaterdag wel. Dan ga je echt merken dat ze wel boodschappen gaan tanken in Duitsland, dat weet ik wel zeker.